Jongerenwerkers spreken de taal van de jongeren en van hun buurt. Door middel van verschillende activiteiten stimuleren ze de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Ze behartigen hun belangen, zijn een luisterend oor en ze geven grenzen aan. Maar hoe ervaren de jongeren dit zelf? Ja, zo zit het wel prima. Ja. Oh. Ja, ik kom bij het jongerenwerk sinds 2020, de zomer, was hier een barbecue. Mijn beste vriendin had me uitgenodigd voor een feestje hier zo. Ik ben bij het jongerenwerk gekomen omdat ze naar onze school kwamen en ze hebben mij best wel overtuigd. En toen ben ik meegegaan en toen ben ik hier ook gebleven omdat ik het heel leuk vond. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Lekker gezellig. Altijd, het is altijd iets leuks te doen. Het is nooit saai hier, dus als ik me verveel, ga ik hier naartoe. Ik zou de band met de jongerenwerker omschrijven als gewoon dat je goed kan praten met ze, zeg maar. En het gewoon leuk kan hebben. Ja, eigenlijk kan ik wel met alle vragen hier terecht. Om over kleine dingen, thuis, school, over hobby's, hulp. Als je vragen hebt, dan staan ze gewoon voor je klaar en kan jij eigenlijk gewoon meestal wel antwoord krijgen daarop. Wat met de jongerenwerkers omschrijven is, ja, het is wel goed. Ze helpen je ook met dingen en zo. En ze doen altijd wel mee met het spel, dus het is wel leuk. Ze zijn vooral heel erg behulpzaam en ze helpen je met dingen en ja, ze kunnen met alles met jou over praten. Ik kan met alle vragen hier terecht eigenlijk, want niks is fout en je kan gewoon alles zeggen. Nou, ik kan eigenlijk met elke vraag hier wel terecht als er iets van een probleem is. Ik kan overal hiermee komen en ze zullen je altijd wel proberen te helpen. Ja, wat ik hier zo wel kan bespreken, dat is gewoon meer van die persoonlijkere dingen. Als je bijvoorbeeld verdrietiger bent of zo, dat je dat wel kwijt kan. Ja, met de vragen van als je vragen hebt over, over thuissituaties of situaties die je op school bevinden of buiten. Ik zou mijn band met jongerenwerkers omschrijven als gewoon serieus als het moet. En ja, daarbuiten eigenlijk altijd gewoon een goede band en altijd grappen en rollen en zo. Ik denk dat ik het leukst vind om te doen bij jongerenwerk om lekker te praten met bijvoorbeeld, ik noem wat een Steven, een Dirk, een Lisette. En gewoon lekker je zorg kwijt te kunnen, maar ook over bijvoorbeeld, ik noem wat, over leuke dingen te praten. Of over te praten wat je gaat doen volgende dag. Problemen kwijt kunnen, maar ook bijvoorbeeld straks als ik hiermee klaar ben, ga ik straks ook vol met Dirk, ga ik straks lekker streamen in de game area. Gewoon lekker doen wat je zelf wilt en praten waarover je wilt. Het kan allemaal eigenlijk. Ik denk dat het goed is dat jongeren bij het jongerencentrum komen om dat nieuwe vrienden te maken en nieuwe mensen te leren kennen en om met jongerenwerkers een gesprek aan te gaan als je het moeilijk hebt. Nou ja, ze helpen met problemen en ja. Ze maken je dag ook gewoon beter. Omdat ik denk dat andere jongeren jongerenwerkers moeten leren kennen. Omdat ze zeg maar, alles bij hun kwijt kunnen. Dus zeg maar niet... Kijk, tegen je ouders vertel je bijvoorbeeld niet alles wat je kwijt zou willen. En hun zijn zeg maar de optie om dat toch tegen te kunnen vertellen. En ook staan hun eigenlijk ook altijd, zoals ik net al zei, klaar. Om je altijd te helpen. En, voor de rest kan je ook gewoon lekker bijvoorbeeld hier in de tune, gewoon na schooltijd lekker doen wat je wilt. Chillen met je vrienden of lekker potje gamen, weet ik veel wat. Het kan eigenlijk allemaal wel. Ja, dat is top! Helemaal top!